Dit is winterjasmijn. Dus al die taxis die hebben, die groeien in het hele jaar door met die groen, kleine groene blaadjes. Die vallen allemaal af. Kijk. Die zijn er allemaal af. En dan komen overal die knoppen. Dus hele winter bloeien die. Maar die moet allemaal nog open komen hier. Nee, dat weet ik niet. Dit witte zijn sporen van... Oh, die witte? Nee, ja, dit, dat witte. Kijk, hier zijn er al een hoop kapot. Dat wit. Die staat nergens. En hoe heet die? Moet ik dat nou vertellen? Of binnen? Hij heet Orobanj Hederee. Oftewel in het Nederlands... Bremraap. Ik zal het daar binnen laten zien. Ik heb er mooie dieren van. Die zitten op de planten. Je hebt er 8 soorten in Nederland. Soorten. Dat is een parasiet, deze. Die groeit op de wortels van deze klimop. Als je die klimop niet hebt, kan deze bremraap niet groeien. Dus dat zaadje... De wortel van die klimop. Deze klimop heet Hederee. Daarom heet deze ook Orobanj Hederee. Op klimop. Die klimop, wortels, die geven een bepaald feromoon af. Geurstof. Het zaadje van die maakt een kiemworteltje daar naartoe. Naar die wortel. En dan wordt er een knol gevormd, zo groot. Dus die leeft, dit is het zuiverparasiet, je hebt toch geen bladgroen, je hebt alleen maar bloemen. En dit is rood-bruin en de bloemen zijn geel-bruin. Dat zijn mooie bloempjes. Dus na een aantal jaren, tussen het zaaien en het opkomen, dat was een jaar of 5, 6, zat er tussen. En nu heb ik er voor een heel veld vol. Ja. Deze dingen die groeien op een berghelm in Zuid-Limburg. In de botanische tuin in Utrecht, in de botanische tuin in Leiden, in, dan moet ik zeggen waar ik het zaad van gekregen heb, dan weet ik niet of er nou Balen-Nassau of Balen-Hertog is, Balen-Nassau, en als nergens, voor zover bekend. Zal ik dat ook laten zien? ZZZ? Ja. Zeer, zeer zeldzaam. Zeer, zeer zeldzaam. Ja. Dit is uitgebloeid, hè? Ja.